Yes, goedemorgen iedereen. Goed dat jullie er zijn. Iedereen die vanaf nu laat inschakelt, die is in principe te laat en wordt niet meer binnengelaten. Dus we zijn met een klein groepje vandaag en ik ga je precies uitleggen hoe je product research kan doen in 2023 in Q4, zodat je echt de progressie kan maken in plaats van alleen maar zitten grinden. Oké. Aan het einde van deze product research mastery kan je ook wat vragen stellen die je momenteel hebt. En ik zal ervoor zorgen dat ik daarvoor een passend antwoord geef, zodat je daadwerkelijk gelijk progressie kan maken. Oké. Ik heb deze volledige presentatie opgedeeld in drie verschillende delen. Deel 1, hoe ik begonnen ben met e-commerce en ondernemen. Deel 2, wat, hoe en hoeveel je moet doen om succesvol te worden met e-commerce. Deel 3 zijn observaties en 20 voorbeelden van product research. Dus alles wat daarbij past. Dan ga ik je precies uitleggen. En dan beginnen we bij het eerste deel. Ik ben zelf in 2020 begonnen met e-commerce. Tijdens COVID, zoals heel veel webshops destijds zijn begonnen. En de eerste 8 maanden maakte ik eigenlijk nul sales en was ik de hele tijd producten aan het testen zonder enig resultaat. Daarna heb ik mezelf ontwikkeld en geïnvesteerd in wat coaches in Amerika en in Nederland, waar ik je zo meteen wat meer over ga vertellen. En heb ik mijn eigen unieke code gekraakt voor winnende producten. Het vijfde product wat ik testte was gelijk een 10k plus per maand winnaar. En de afgelopen jaren heb ik meerdere stores geschaald naar 100k plus per maand omzet in Q4. Beste tijd om te beginnen met e-commerce als je nog steeds je winnen niet te pakken hebt. Ben begonnen met Joshua Kaats met de Dropship Academy. Ik denk dat iedereen het wel kent een aantal jaar geleden. Eigenlijk merkte ik hierin dat ik wel de eerste sales kon pakken en ook de eerste 10k maand kon draaien. Alleen merkte ik dat ik nog steeds niet de juiste begeleiding had en de juiste systemen om verder te kunnen schalen. Toen heb ik verder gekeken dan alleen Nederland en kijken hoe kan ik mijn skills nog meer verbeteren als ondernemer, zodat je meer sales kan maken en verder kan schalen. Ik ben uitgekomen bij Jordan Wells, ondertussen ook een goede vriend van mij uit Miami, uit Amerika. En hij heeft eigenlijk een product research tool en is ook een e-commerce coach. Bij hem heb ik wat coaching sessies afgenomen en schaalde ik door in verschillende landen in Scandinavië. Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland. En daarna ben ik terechtgekomen bij Justin Wall. En die leerde mij schalen eigenlijk in de rest van alle landen van de wereld. Dus Amerika, Canada, et cetera. En met Justin werk ik tot op de dag van vandaag nog steeds samen voor mijn coaching business en voor mijn e-commerce business. En alles wat ik geleerd heb van alle coaches die je voorbij ziet komen, waar ik tienduizenden euro's in heb geïnvesteerd, leer ik je vandaag helemaal gratis. Helemaal voor niks. Niemand anders in deze industrie doet dat zoals wij het hier doen. Oké. Een aantal jaar later heb ik dus meerdere brands opgestart en meerdere brands kunnen schalen naar ongekende hoogtes dus. En daardoor kwam ik eigenlijk op het idee om product research pakketten te gaan verkopen. In 2022 verkocht ik eigenlijk winnende producten. Dat is het belangrijkste deel van je e-commerce business. Of je nou op Amazon, Bol, Shopify, waar je ook verkoopt. Het gaat uiteindelijk allemaal om het verkopen van de juiste producten. En ik zag daar een kans in en ik was daar redelijk goed in om zelf deze producten online te gaan verkopen. En in minder dan 1 jaar tijd heb ik meer dan 100 klanten geholpen met deze pakketten. En daarna zag ik eigenlijk dat er meer bij kon kijken bij e-commerce dan alleen het vinden van je winstgevende product. Het kan liggen aan je website, het kan liggen aan je advertenties. En hierdoor ben ik eigenlijk begonnen met het coachen van ondernemers in e-commerce. Puur vanuit vraag van al deze mensen die bij mij pakketten hadden afgenomen. Nou, ondertussen, bijna 1,5 jaar verder, hebben we meer dan 140 klanten geholpen met het beginnen en opschalen naar 10 tot 100k plus per maand. En zodat je dus kan stoppen met je huidige baan of studie, of in ieder geval je business verder kan opschalen. Dat zien we bij de meeste bedrijven die we momenteel helpen. Dus wat doen we precies? We schalen dropshipping stores van 0 naar 100k plus per maand. En wat het doel is van deze presentatie, dat jij alles gaat leren omtrent product research, zodat je geen enkele euro hoeft uit te geven voordat je ook maar een product gaat testen. Nou, wat heeft dit te maken van het vinden van winnende producten, dat we mensen hierbij helpen? Helemaal niks. Maar waarom ik dit precies met jou ga delen, is zodat jij naar minimaal 10k plus per maand kan schalen met al deze producten, helemaal gratis. Zodat jij eventueel kan stoppen met je huidige baan en studie. En het tweede deel waarom ik dit doe, is het maken van een space waarin ik alles kan vastleggen de komende jaren en mijn beste inzichten kan delen. En dit is precies wat ik graag had gezien toen ik begon met dropshipping. Dat er eigenlijk iemand was die mij volledig kan guiden op de juiste manier naar mijn gewenste resultaten. Daar heb ik zelf bijna meer dan 50.000 euro aan moeten uitgeven voordat ik bij de juiste personen kwam. En dit krijg jij vandaag van mij. Helemaal gratis. Succes. Dus dit heeft wel iets te maken met product research. En ik ga je precies uitleggen
hoe jij dus de winstgevende producten kan vinden, plus een aantal voorbeelden hierbij. Geloof me wanneer ik zeg dat niemand zo verbaasd was als ik toen ik ontdekte dat dit echt werkt om 100k plus per maand producten te gaan vinden op automatisch piloot, zonder ook maar één enkele euro uit te geven aan spy tools die ondertussen verzadigd zijn. Mijn doel voor deze hele presentatie, voor iedereen die nu kijkt, om te brengen van waar je nu staat naar ik ben zo goed in product research. Het hele doel is dat je hierna precies weet hoe jij winnende producten kan vinden en in Q4 door het dak kan gaan slaan. Oké. Voor ik het je vertel, hoeveel producten denk je dat ik in het begin per week testte voordat ik mijn winnaar had? Laat het even weten in de comments, dan kan ik even kijken en zien hoeveel producten jullie denken voordat ik een winstgevend product had. Laat het even hieronder achter, dan kunnen we daar even kort over praten als iemand een cijfer hieronder kan droppen. Oké. Ik zie momenteel nog geen cijfers, maar ik ga in ieder geval dan door naar de volgende. Ik ging van één product testen per week naar één product per dag. En uiteindelijk is e-commerce niks meer dan het testen van producten. Je moet producten gaan testen om succesvol hiermee te worden, om resultaten te behalen, om eventueel te gaan stoppen met je huidige baan of stoppen met je huidige studie. Dus hier is wat er gebeurde in de volgende 12 maanden toen ik ging van één product testen per week naar één product testen per dag. Ik heb één store gebracht naar meer dan 600.000 euro in sales en drie stores gebracht naar 100k plus in sales. Puur door meer te gaan testen en op de juiste methode te gaan testen die ik je ga uitleggen. En als je precies bent zoals mij, denk je waarschijnlijk dat is cool, Paul, maar wat zit erin voor mij? En dat is precies waarom we nu naar deel 2 gaan. En dat is de volledige strategie. Dus ik heb je net uitgelegd wat ik heb gedaan en hoe ik ben gekomen waar ik ben gekomen de afgelopen jaren. En nu duiken we precies in de gehele strategie hoe jij winstgevende producten kan gaan vinden op autopilot en wat jij daarvoor moet gaan doen. Oké. We hebben een aantal gratis tools in het bewezen e-product research systeem. En dat zijn Google Trends, Amazon, bol.com, AliExpress, Facebook Ads en YouTube. We maken gebruik van het internet, want deze heeft zoveel verschillende tools staan waarin jij dus winnende producten kan vinden, zonder ook maar 1 euro uit te geven aan advertenties. En ik wil dat je veel tijd gaat besteden aan het vinden van de juiste producten, zodat je hier beter in wordt en sneller je winstgevende product kan vinden. Nou, waar je deze producten allemaal kan vinden, is in je Facebook Ads Library, op je Instagram en Facebook Feed. DS'ers is een Shopify, AliExpress, TikTok, Facebook Newsfeed, Instagram Newsfeed. En met PeePeSpy en AliHunter kan je dus sales tracken. Wat ik er wel bij wil zeggen, veel van deze trackers zijn niet accuraat. En daarom ga ik altijd uit van gratis tools en andere sites tracken, zoals Amazon, Bol, AliExpress en andere dropship stores. Om te kijken wat echt vandaag de dag werkt, zodat jij het kan nadoen en verbeteren. Oké, de EU Product Index. Deze bestaat uit 9 unieke criteria die ik heb samengesteld de afgelopen jaren. En elk product dat ik test op mijn eigen dropship stores voldoet altijd aan minimaal 3 van deze 9 criteria. Nou, mocht er een product aan slechts 2 van 3 van de 9 criteria voldoen, maar wel aan extreem uniek, dan kan je alsnog dit product meenemen naar de volgende stap. Ik ga deze 9 criteria even kort met je doornemen. Dat is het verbeteren van zelfvertrouwen. Dus als je een product koopt en je krijgt er meer zelfvertrouwen van, dan is dat natuurlijk een plus. Het verbeteren van gemak, probleemoplossend zijn slash een wow-factor, het besparen van tijd, het besparen van geld, extreem uniek zijn, dat is dus de enige als je er 2 van de 9 hebt dat je eventueel door kan gaan, het verbeteren van kwaliteit van leven, vrouwendominant zijn en hoog geschatte waarde. Let vooral op het stukje vrouwendominant. 8 van de 10 producten die ik afgelopen jaar heb verkocht, zijn allemaal vrouwen gerelateerd. Dus let daarop als je aan het zoeken bent naar verschillende producten. Oké. Wat gebruiken we daarna nog meer? Dus je hebt je product gevonden en hij voldoet dus aan minimaal 3 van deze 9 criteria of 2 van de 9 als het aan extreem uniek voldoet. Dan ga je naar Google Trends kijken en dan ga je zo breed mogelijk kijken. Dus stel je voor je hebt een jurk gevonden, dan ga je letterlijk naar fashion kijken en kijken of dat een trending markt is. Dus je kijkt niet naar het product, maar de niche waarin je product bevindt om te kijken of je überhaupt in een markt verkoopt die nu trending is en upcoming, anders heeft het weinig zin om daarin te gaan verkopen. Oké, wat gebruiken we dus? Je kan dus een term gebruiken als fashion en we gebruiken hiervoor 3-punt verificatie. Land van targeting afgelopen 90 dagen en Google zoeken. Afhankelijk van welk land je verkoopt, ga je dus kijken voor de targeting. Dus stel je voor je verkoopt in Nederland, ga je in Nederland, kijk je afgelopen 90 dagen en Google zoeken. Dan krijg je dus een grafiek en dan krijg je dus een lijn. En deze kan je dus analyseren en kijken of er dus interesse is in jouw product. Je wil dus zien
dat het momenteel boven de 35 is. Dus een score van 0 naar 100 en je ziet dat eigenlijk alles zowel boven de 50 is. Als tweede punt wil je dat minstens 50% van de tijd, dus minstens de helft van deze hele grafiek, boven de 50 is. Nou, zoals je ziet is hij hier misschien maar 1, 2 of slechts 3 keer net onder die 50. Dus kan je dus zien dat deze eigenlijk altijd trending is. En deze grafiek hoort stijgend van begin tot eind te zijn. Dat is die hier maar net, maar je ziet dat er eigenlijk een algehele hoge interesse is in deze producten. Dus kan je daarmee altijd doorgaan. En kan je dus niches vinden die nu in trek zijn in de afgelopen 3 maanden. Zodat je kan kapitaliseren op een trend of in ieder geval in een trendingmarkt kan verkopen. Zodra je dit hebt gedaan, dus je product voldoet aan minimaal 3 van deze 9 criteria en voldoet aan Google Trends, ga je dus je product vinden op Amazon en Bol. Daar hoef je geen externe trackers bij te gebruiken als Bolo of Jungle Scout in dit geval. Maar je kan wel kijken naar de hoeveelheid reviews die er zijn in dit specifieke product. En kijken naar de reviews en de prijs en ongeveer. De prijs die op Bol of Amazon staat is niet per se de prijs die jij gebruikt als verkoper. Omdat we focussen op impuls aankopen met je dropship store. Wat je dus doet, je checkt even de concurrentie. Er is geen minimale omzet nodig. En de verkoopprijs, zoals ik net zei, is niet relevant. Wat ik je ook aanraad om te doen, is Amazon Movers en Shakers te gaan gebruiken. En bij Amazon Movers en Shakers kan je dus producten zien die dus momenteel in de lift zijn. En in de lift zijn dus trending producten van de afgelopen 90 maanden. En je kan dus zien dat deze bijvoorbeeld 16.000% heeft, dus dit is stijgend. En kan je dus zien wat voor producten het nu momenteel goed doen in andere markten. En deze kan je dus testen voor je eigen dropship store. Nou, de volgende niches die ik aanraad voor je winnende producten zijn dus vrouwenproducten, babyproducten, beautyproducten, gezondheid en persoonlijke verzorging als niche, fashion niche, speelgoed en spellen, dan voornamelijk educatief speelgoed, ook gericht op kerst en Sinterklaas, huis- en tuinproducten. Wat ik wil gaan doen is dat je 20 producten gaat vinden uit 3 van deze 5 niches. Hierbij krijg je dus een beter beeld van, hey, wat zijn nou de betere producten op Amazon en op Bol en kan je dus verkopen op je eigen website. Zodra je dit dus hebt gedaan, heb je dus je product dat voldoet aan 3 van de 9 criteria, voldoet aan Google Trends en voldoet ook aan Amazon en Bol. En kan je dus zien dat je een potentieel winnend product hebt. De volgende stap die je doet, is je product op AliExpress gaan zoeken. We werken niet met AliExpress, maar we gebruiken dit puur als een product research tool. Voor de logistiek van je product gebruiken we service points of hyperscale agents. En die zorgen er eigenlijk voor dat je geen AliExpress troep producten krijgt, dat je een betere levertijd krijgt, dat je een betere experience krijgt voor je klanten. Als je je producten aan het opzoeken bent op AliExpress, wees hierbij voorzichtig met de spelling en de grammatica voor je product. Hierbij ook weer hetzelfde. Ik raad je aan om 20 producten uit 3 tot 5 niches te gaan vinden vanuit AliExpress of vanuit DS'ers. En daardoor ga je dus een beter beeld krijgen van, hey, wat voor producten zijn goed? En als je deze 20 producten hebt gevonden, die moeten uiteraard voldoen aan de criteria die we vandaag bespreken. Oké. Okay. Als je naar onder scrolt dan bij AliExpress, dan zie je, dit vindt u misschien ook leuk, plus bestsellers. Dat zie je hier staan. Dus als je een product hebt gevonden, kan je naar onder scrollen en zie je dus producten die gerelateerd zijn aan het product dat je hebt gevonden. En dus ook goed verkopende producten zijn. Een product staat niet voor niets op AliExpress. Het product wordt niet voor niets geproduceerd in China. Dus er is altijd een potentiële reden voor om je product te gaan verkopen. Oké. Okay. Gaan we door. Dan kan je kijken naar Facebook Ads Library. Daar kan je enorm veel producten vinden. En waar je hierbij op focust, is het dus een langere looptijd. Je wil dus dat producten langere tijd online zijn en dat daar meer creators bij zijn. En op de volgende dingen focus je eigenlijk, is een stukje 50% korting, gratis verzending, vandaag besteld, 1 plus 1 gratis, vandaag besteld, vandaag verzonden, beperkte voorraad en nu kopen. Dit zijn eigenlijk allemaal keywords die je kan toepassen in Nederland en België, die ervoor gaan zorgen dat je winstgevende dropship stores kan gaan trekken. Nou, dit kan je dus in de volgende landen op gaan zoeken. Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken. Dus alle Scandinavische landen. UK, USA en Canada. En hierbij heb ik ook weer precies hetzelfde. Zorg ervoor dat je 20 producten kan vinden uit 3 tot 5 niches door middel van deze Facebook Ads Library. Tuurlijk, als je verschillende landen gebruikt, gebruik je natuurlijk niet 50% korting, maar 50% rabat bijvoorbeeld in Duitsland. Verander je de taal om de juiste producten te kunnen vinden. Oké, je hebt dus nu 20 producten kunnen vinden uit deze verschillende criteria. En wat je wil gaan doen is je producten gaan sorteren met orders.
Product met meeste orders zet je op nummer 1 en product met minste orders zet je op nummer 20. Nou, de volgende stap die je doet is connecten met je agent. Werk je vanaf 0 orders per dag, kan je HyperSQ gebruiken. Heb je meer dan 5 orders per dag dat je momenteel draait, kan je service points gebruiken. En je moet hierbij oppassen voor verzadiging. Dus zorg ervoor dat je geen producten gaat vinden van boven de 25.000 bestellingen. Zoals deze douchekop bijvoorbeeld, die heeft meer dan 25.000 bestellingen. En kan er dus sprake zijn van verzadiging en is het lastig om dit product bijvoorbeeld winstgevend te krijgen. Ook al is het een goed product. Oké, okay. Je hebt al deze stappen nu doorlopen en dan ga je door naar de allerlaatste stap. Dan ga je kijken op YouTube of je product überhaupt op YouTube staat. Of er content wordt gemaakt of er interesse is geweest in het afgelopen jaar. En hierin wil je dus 5 video's gaan vinden met 5000 views in 1 jaar tijd. Dus 5 video's met minimaal 5.000 views in het afgelopen jaar. Dit is de enige stap die je eventueel kan laten vervallen. Dus voldoet je product aan alle voorgaande stappen, dan is deze stap niet per se cruciaal bij het verkopen van je product op je eigen website. Oké. Je hebt dus nu je 20 producten en deze kan je nu gaan testen. En wat ik je aanraad om dagelijks te blijven doen, is continu blijven zoeken van nieuwe en interessante producten die dus aan deze criteria voldoen. Je kan continu een nieuw tabblad dus openen, AliExpress, Bol, Amazon, om het vinden van deze interessante producten. Als je interessante producten ziet, voeg die dan toe aan je store of aan een Excel-lijst en haal ze door de IE Product Research strategie die ik je net helemaal heb uitgelegd. Herhaal deze stap met verschillende producten in verschillende niches. Wil ervoor gaan zorgen dat je ongeveer 3 tot 5 niches hebt voor je producten die je constant gaat testen op je general store. Ik heb ook een volledig Excel-bestand voor je gemaakt dat helemaal gratis is en dat ik in de chats ga droppen op Facebook en Messenger aan het eind van onze call die je kan gebruiken. En wat je hierbij kan gaan doen is productnaam in gaan vullen, de niche waarin je product is, de revenue op Bol of Amazon eventueel, de age demographics, dus is het voor vrouwen of voor mannen, de link van Bol of Amazon, AliExpress link, AliExpress orders, de prijs op Bol of Amazon, de AliExpress prijs inclusief verzendkosten, hoe die het doet op YouTube en aan hoeveel criteria het voldoet aan de e-com elite index die ik net volledig heb uitgelegd. Zorg er dus voor dat je deze Excel-bestand zeker gebruikt na onze call en daardoor 20 producten kan gaan vinden voor je dropship store. Ik heb je net volledig uitgelegd hoe je winstgevende producten kan gaan vinden. En daarom heb ik ook nog 20 voorbeelden voor je die van toepassing zijn voor Q4, die jij eventueel kan gaan verkopen. Ik ga ze 1 voor 1 met je doornemen. Het is niet het punt dat je deze producten blind gaat kopiëren, maar het is het punt dat je gaat begrijpen waarom we deze producten willen gaan verkopen en waarom dit soort producten voor mij goed hebben gewerkt en hoe jij dit voor jezelf kan gaan toepassen. Oké, we hebben hier een heel simpel product. Is een bidet, is een zelfreinigend product. Het is een hele grote markt. Iedereen heeft in principe een wc in een huis en ik koos hiervoor om 3 verschillende varianten te gaan verkopen. Als je een product verkoopt, ga er dan vanuit dat je max 4 verschillende varianten gaat verkopen. Als je meer dan 4 varianten hebt, dan krijgen mensen keuzestress en maken mensen uiteindelijk geen keuze. En we zoeken dus naar mass markets. In principe iedereen die een huis heeft, zoals ik zei, heeft een wc. En dat is dus een grote markt. Dus kijk naar bijvoorbeeld huisproducten, tuinproducten, speelgoed, grote markten. En de marketingengel die ik hierbij gebruik is zelfreinigend en een schoon toilet. Dat is in principe, iedereen wil dat. En daarom zouden mensen dit eventueel willen kopen, omdat dit goedkoper is dan een volledig los bidet dat je zou kunnen halen bijvoorbeeld. Oké. Het volgende product is een verlichtingproduct. Is een heel typisch dropship product. Er zijn heel veel verschillende varianten op dit product. Maar het voordeel van dit product is dat je het bijvoorbeeld met een app kan managen. Dat je de kleur kan aanpassen. En dat je ook de vormen kan aanpassen van dit product. En daarom liep dit product voor mij uitstekend. En wat je doet qua pricing om dit product. Dus de price is 2 tot 3 keer de prijs van AliExpress. Inclusief verzending. Je ziet hier dat de prijs ongeveer 20 euro is en de verzending 5 kom je op 25 euro uit. Minimaal 2 tot 3 keer. En dit product kan je dus minimaal voor 50 euro gaan verkopen. Je ziet ook weer dat dit een grote markt is. In principe heeft iedereen een slaapkamer. En is het dus mass market. Het heeft hoge perceived value. Mensen zijn bereid hier 50 tot 100 euro voor te betalen. Ze hebben geen idee hoeveel dit waard is. Er komt een app bij en een verstelbare vormen. Dus je kan er ook verschillende letters voor maken. In dit geval staat er bijvoorbeeld Love. Oké, okay. Gaan we door naar de volgende. En dat is een koeldeken voor in de zomer. Is een seizoensgebonden product.
Je kan zeker seizoensgebonden producten gaan draaien, ook richting Q4 bijvoorbeeld als het weer wat kouder wordt. Let er alleen wel op dat dit seizoensgebonden is en dat je hier waarschijnlijk geen merk kan maken dat je elke maand van het jaar daar geld mee kan verdienen. En daarom werkte dit product voor mij ook maar tijdelijk, voor mij afgelopen zomer. Eigenlijk, als het heel warm is in de zomer, is dit dus de marketingengel dat je dus koeler en makkelijker kan slapen. Zoals ik zei, is dit weer een beetje hetzelfde product als de vorige. Is ook weer een slaapkamer en heeft ook een high perceived value. Dit kan je echt makkelijk weer tussen de 50 en de 100 euro kan gaan verkopen. En heb je dus drie verschillende groottes van. En ik heb ervoor gekozen om de vier beste kleuren te gaan verkopen. En hoe kan je nou zien of welke de vier beste kleuren zijn van deze zes? Dan zou je naar recensies gaan en dan kan je bijzien welke kleur daarbij gebruikt wordt. Dus zie je heel vaak wit, dan voeg je die toe en doe dit dus vier keer totdat je de vier beste producten hebt voor je markt. Oké, gaan we door. En dan hebben we een gootsteen ontstopper. Heel bekend product, heel simpel product. En is ook een evergreen product. Dus dit soort producten hebben mensen het hele jaar nodig. Is ook weer mass market. Iedereen heeft in principe een gootsteen. En ik heb deze marketing op douchehaar gezet en op vieze keuken. Dus dit was eigenlijk multipurpose product. Dit kan je voor meerdere dingen gebruiken. Ook voor je douche, maar ook voor in je keuken in dit geval. De prijs van dit product ligt wel aan de lage kant. Maar daarom werkte dit product wel extreem goed op impuls voor 1995. Het is misschien lastiger om dit soort producten in deze prijskategorie winstgevend te krijgen ten opzichte van het vorige product dat ik heb laten zien. Maar het is altijd goed om impulsproducten met een lagere prijs eventueel proberen te testen. Zorg er wel voor dat je minimaal 15 tot 20 euro winst overhoudt. Oké, gaan we door naar het volgende product. Dus keramische autocoating. Iedereen heeft in principe een auto en iedereen heeft ook het probleem dat hij eventueel een keer een vieze auto heeft. En dit product zorgt ervoor dat je een schone auto krijgt. Het is mass market, high perceived value. Mensen zijn bereid hier veel voor te betalen. Het enige wat ik je wel aanraad om te doen is geen before en after foto's te gebruiken in je productpagina en ook niet in je videoadvertentie in verband met Facebook-blokkades. Oké, gaan we door naar het volgende product. Is ook weer een seizoensgebonden product. Is een draagbare mini-ventilator. Maar wat het voordeel is van dit product is dat het een powerbank heeft, dat het een zaklampfunctie heeft. Het heeft meerdere verschillende functies ten opzichte van gewoon een ventilator. Oké, het is klein, draagbaar, powerbank en zaklamp. En hierbij ook extreem uniek. En dit product heb ik tussen de 30 en de 40 euro op impuls heel goed kunnen verkopen afgelopen zomer. Dus kijk ook weer wat voor trends er de komende tijd aankomen. Met bijvoorbeeld het koudere weer of meer regen en speel daarop in. Dezelfde producten komen eigenlijk jaarlijks terug die je weer opnieuw kan gaan testen als winnaars. Dus let erop wat je bijvoorbeeld vorig jaar al hebt gezien, mocht je vorig jaar actief zijn geweest als dropship. Oké, gaan we door naar het volgende product. Is een wekker, is een LED-houten wekker die niet alleen de tijd aangeeft in dit geval, maar ook de graden en de vochtigheid. Dat maakt het extreem uniek en ook een high perceived value. In principe moet iedereen wakker worden elke ochtend en dan hebben ze dus een wekker nodig. Er is niks irritanter dan een iPhone-wekker in dit geval. En dan kan je dus dit product eventueel kopen. Je ziet ook dat er veel bestellingen zijn. Dat is ook altijd een goede indicatie dat dit product dus goed verkocht werd. Gaan we door. Is een LED nachtverlichting lampje. Dit is eigenlijk een product voor als mensen gaan slapen en wakker worden in de nacht, naar de wc gaan of water willen drinken of iets anders moeten doen. Het is een probleemoplossend product en dit product helpt je ook om makkelijk in slaap te vallen. Ik ben niet echt fan geweest van lampen de afgelopen tijd qua dropshipping om te testen, maar als je lampen test, kijk dan naar het unieke van de lamp. En deze heeft bijvoorbeeld een ander soort type licht, waardoor het niet te fel is en waardoor je nadat je het hebt uitgezet ook makkelijk in slaap kan gaan vallen. Oké. Gaan we door. Is een puppyproduct. Kijk dus naar andere grote markten. Heel veel mensen hebben honden, heel veel mensen hebben katten. Kijk wat daar de problemen voor zijn en bedenk daar dus een oplossing voor, net als in dit geval. Ziet hier dat hier een aantal bestellingen zijn, meer dan 5000, meer dan 1100 recensies en 4,8 beoordeling. Het product is wel iets aan de lagere kant qua prijs en zit dus aan een verkoopprijs richting de 20 en de 30 euro. Het voordeel is van dit product is dat het evergreen is. Je kan het hele jaar verkopen. En mensen zullen weer een aankoop bij je opnieuw doen, omdat dit soort producten iets lagere kwaliteit gaan en eventueel stuk kunnen gaan of vies worden na langere tijd. Gaan we door naar het volgende. Een extreem goede markt waarin ik heel veel producten heb verkocht, zijn stretchers, pijnmarkten.
Er is heel veel pijn in deze markt. Mensen die last hebben van hun schouders, last hebben van hun nek, last hebben van het langdurig zitten tijdens het werken. En dit product is daar dus een oplossing voor. Het is evergreen en het focust zich op fysieke pijn. Dus als je kan marketen op pijn, is dat altijd beter dan plezier. In al mijn advertenties en al mijn productpages bespreek ik altijd eerst het stukje pijn, inspelen op de pijn die iemand ervaart als die het product niet heeft. In dit geval heeft deze persoon dus dan nek, rug, schouderklachten, slechtere postuur, et cetera. Daar speel ik echt op in. En dan geef je pas de oplossing. Want mensen handelen veel sneller uit pijn dan uit plezier in dit geval. Oké. Gaan we door naar een ander evergreen product. Is een vrouwen haarkiller. Is vrouwendominant, heeft een wow effect en was ook een volledige trend. Je ziet ook dat er superveel bestellingen zijn geweest. Dus dit was echt helemaal opgeblazen. En kon je met user-generated content heel goed adverteren. User-generated content is bijvoorbeeld een vrouw die praat over dit product, het gebruikt heeft en daar een positieve review over geeft. Dat is heel handig om die te gebruiken als advertenties voor Facebook, maar ook voor TikTok. Wij focussen ons voornamelijk op Facebook. En daar werkt user-generated content ook perfect voor onze merken. Oké, gaan we door naar het volgende product, is een kattenproduct. Kattenmarkt is een hele grote markt, is evergreen. Heeft een dubbele functie dit product en is ook probleem oplossen. Het is waterdicht, heeft dubbele laag voor je katten. En in principe is dit een handig product voor iedereen die een kat heeft. En de verkoopprijs ligt hier ongeveer tussen de 20 en de 30 euro. En kan je redelijk snel opschalen op impuls. Omdat mensen dit nodig hebben als ze een kat hebben. Gaan we door naar een andere markt waarin ik extreem fan van ben en extreem veel producten van heb verkocht de afgelopen jaren, is Montessori en educatief speelgoed. Zeker met kerst en Sinterklaas opkomst en Black Friday en Cyber Monday zou ik gaan kijken naar producten waar kinderen iets van kunnen leren. Kunnen leren tellen, kunnen leren lezen, kunnen leren schrijven, kunnen leren spelen, et cetera. Is zo'n grote markt en in principe iedereen als ouder, als die kinderen heeft, geeft die geld uit aan zijn kinderen en kijken ze niet eens per se naar hoe duur dat is. En daarom zijn dit ook prima producten die je echt makkelijk tussen de 50 en de 100 euro kan gaan verkopen. Dus speel in op Montessori, dus educatief speelgoed voor Kerst en Sinterklaas. Kijk of je daar wat unieke producten in kan vinden voor kinderen van 0 tot ongeveer 12 jaar gemiddeld. Oké, gaan we door naar corrigerend ondergoed. Is evergreen, is vrouwendominant en probleemoplossend. Vrouwen willen er altijd beter uitzien. En door middel van dit soort producten, die eigenlijk al jaren in de markt zijn, maar nog steeds goed verkopen, kan je goed inspelen op vrouwen die er beter uit willen zien. Zoals je hebt gezien, hebben we niet heel veel gefocust op de afgelopen producten op kleding. En ook niet op sieraden en horloges, omdat dat niet de meeste producten zijn die ik draai. Als je kleding draait, dan zou ik alleen vrouwengerelateerde kleding doen. En bijvoorbeeld zorgen dat een vrouw een beter figuur heeft. Of inspelen op de kwaliteit van de kleding. Dus bijvoorbeeld cashmere of bont. Dat het unieker is dan het katoen wat je altijd voorbij ziet komen. Oké, gaan we door naar een travel product voor honden. Als je hond mee wil nemen, wat makkelijk is, dat het ook niet vies wordt. Dat het ook veilig is voor je hond. Het is probleemoplossend, het is waterdicht, veilig en het heeft high perceived value. Iedereen wil zijn hond in principe meenemen en niemand wil vieze haren in zijn auto hebben en dit product zorgt ervoor dat je hond dus makkelijk kan meenemen en dat je auto ook niet vies wordt. Oké, gaan we door naar een vrouwendominant product. Het is een anti-slip product. Het is ook mass market en het zijn eigenlijk anti-slip slippers. Deze kan je dus niet alleen gebruiken voor naar het strand of naar het zwembad, maar deze kan je ook gebruiken bijvoorbeeld voor thuis of voor in de douche eventueel. Het product is niet van super hoge kwaliteit, maar in principe kan je dit echt makkelijk tussen de 30 en de 40 euro verkopen. Je ziet ook veel bestellingen hier al staan. Je ziet veel recensies, je ziet positieve recensies. Dan kan je er al van uitgaan dat dit een goed lopend product is en kan je dit zeker gaan testen. En zo wil ik ook dat jij je product research gaat doen. Eerst dat het product voldoet aan alle criteria die we eerst hebben besproken en daarna dieper in gaat kijken op het product en hoe je dit kan gaan adverteren. Oké, gaan we door naar het volgende product. Het is eigenlijk een toetsenbord voor je keyboard en voor je AirPods. Het is een 2-in-1 en dat zorgt ervoor dat je eigenlijk een schoner toetsenbord hebt en schonere AirPods. Heel simpel product, maar wel een product dat veel mensen eventueel nodig zouden kunnen hebben op impuls. Je ziet een aantal bestellingen, 2000 plus, veel recensies, goede feedback en een goede marketingengel die je hierbij kan gaan gebruiken. Oké, gaan we door naar het volgende product. En dat is eigenlijk een vernevelaar. Iets hogere kwaliteit product. Evergreen.
Het heeft een high perceived value en het is mass market. En kan je dus voor een hogere prijs verkopen tussen de 50 en de 100 euro. Zoals je ziet verkopen we eigenlijk alleen maar producten tussen de 20 en de 100 euro qua verkoopprijs. En veel hoger dan dat willen we eigenlijk niet zitten, omdat mensen dan te veel na gaan denken over de kosten of gaan kijken bij een concurrent. Je wil dus dat je een product gaat verkopen en dat mensen op impuls gelijk een beslissing maken en gelijk een aankoop doen op je webshop. Gaan we door naar een ander dropshipping product. Het staat er zelfs bij. Het is vrouwendominant, mass market, beauty en evergreen. Je kan altijd producten verkopen in de cosmetica niche. Let er wel op dat de verkoopprijzen hier iets lager liggen tussen de 20 en de 30 euro. Maar het is wel een hele goede markt om producten in te gaan verkopen. Oké, gaan we door naar zelfklevende wimpers. Ook weer een vrouwendominant product. Dus evergreen, kan het hele jaar verkocht worden. En is ook herbruikbaar. En mensen zullen hier ook terug bij je komen om weer opnieuw een aankoop te gaan doen. Als de kwaliteit van het product voldoende is. En dit product komt ook weer jaarlijks terug. En dat zie je eigenlijk bij meerdere producten. En dat zie je ook terug bij het volgende product. Nou, hier heb je dus bijvoorbeeld een muts, wat eigenlijk ook valt onder fashion. En waarom dit product uniek is en voor mij het goed deed, is niet alleen omdat het van cashmere is gemaakt en pompom is. Het is ook vrouwendominant. En het heeft dus een andere look dan een andere type muts. En daarom was dit product uniek en kan je dit makkelijk tussen de 30 en de 40 euro gaan verkopen. Zoals je ziet zijn er momenteel niet heel veel bestellingen op dit type product. Maar is het wel een interessant product om te gaan kijken naar wat mensen dus nodig gaan hebben voor de winter. Dat zijn mutsen, sjaals, handschoenen. Let daarop. Het zijn wel seizoensgebonden producten. Maar als je dat op tijd inzet in combinatie met het weer, kan je daar enorm veel geld mee gaan verdienen. Oké, hebben we nog een COVID-gerelateerd product? We mogen niet hopen dat COVID terugkomt. Maar gebeuren er bijvoorbeeld dingen in de economie of in de wereld die van impact zijn op het dagelijks leven, dan wil je daarop gaan inspelen. En mondkapjes waren daar een heel goed voorbeeld van. En dat zijn ook een van de producten die ik destijds heb verkocht tijdens corona. En ja, daar zijn gewoon heel veel mensen die daar superveel geld aan hebben kunnen verdienen destijds. Dus gebeurt er weer iets in de maatschappij, wil je dus kapitaliseren op deze trends. En als je als eerste bent bij zo'n trend, kan je enorm veel geld verdienen. Oké, gaan we door naar het allerlaatste product voordat ik hem afsluit en eventueel wat korte vragen met jullie doornemen vandaag. En dat is eigenlijk een evergreen cadeauproduct. Het is eigenlijk een hele simpele roos. En dit product doet het niet alleen goed bij Valentijnsdag of Moederdag, maar ook richting Kerst en Sinterklaas en eigenlijk het hele jaar door. Het is vrouwendominant. Mannen kunnen het kopen voor hun partner. Dus je kan het heel groot targeten. En de verkoopprijs ligt hier tussen de 20 en de 30 euro. Ik heb je vandaag precies uitgelegd wat ik de afgelopen jaren heb gedaan zelf als ondernemer. Ik heb je mijn complete strategie uitgelegd. Hoe jij dus winstgevende producten kan vinden. En ik heb je 20 voorbeelden gegeven van producten die ik het afgelopen jaar heb gedraaid. Nou, Q4 komt eraan zoals iedereen weet. En daarin is het dus belangrijk dat je de juiste dingen doet. Ik heb je vandaag dus een stukje uitgelegd van product research. Maar er komt veel meer bij kijken dan alleen het vinden van de juiste producten. Het gaat dus ook om het bouwen van de juiste webshop. Het bouwen van de juiste advertenties. De juiste adcopy gebruiken. De juiste doelgroep aanspreken. En daarom heb ik vandaag iets unieks voor je. Dus voor iedereen die er vandaag bij was en interesse heeft in mijn 1-op-1 coachingstraject. Momenteel doen we nog 1-op-1 coaching met meer dan 20 andere studenten. En hebben we nog een plekje vrij voor Q4. Dus mocht je daar interesse in hebben, dan krijg je een maand gratis erbij. En dat zou het niet 6 maanden uitkomen, maar 7 maanden. Dus voor iedereen die daar interesse in heeft, kan je mij straks een berichtje sturen op Facebook of op Instagram en dan zal ik even contact met je opnemen of te kijken of je een goede fit bent. We werken ook niet met iedereen en we willen zeker weten dat jij de juiste motivatie hebt en het kapitaal om te kunnen investeren in je eigen business. Je krijgt de recording terug, deze is opgenomen en deze ga ik ook weer delen met iedereen nadat deze meeting klaar is. Oké, dit was eigenlijk mijn volledige presentatie vandaag voor jullie. Ik heb het heel kort gehouden, maar heel scherp voor jullie. Over 7 dagen begint Q4 al. Je wil voorbereid zijn. En daarbij ga ik hem ook voor jullie afsluiten vandaag. Ik hoop dat jullie hier superveel aan hebben gehad. Ik heb de recording opgenomen. Die stuur ik zo meteen via de 3 Facebook chats naar jullie toe. En het Excel bestand. En dan zie ik jullie graag terug in een volgende presentatie. We doen dit soort dingen eigenlijk maandelijks. Dus ik zit er zelfs aan te denken om dit misschien wekelijks met jullie te gaan doen. En dan zie ik jullie weer volgende maand. Ciao, ciao.